Welkom bij Baak Talk, de talkshow van de Baak over leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke trends. Met vandaag een bijzondere gast, namelijk Ruud Lubbers. Welkom meneer Lubbers. Graag gekomen. Op uw 24ste was u al directeur van het familiebedrijf. Op uw 34ste minister van Economische Zaken. Vervolgens de jongste minister-president ooit. Wanneer realiseerde u zich nou, er schuilt een leider in mij? Nou, dat ik me realiseerde, er schuilt een leider in mij. Zo is het niet gegaan, maar het is zo gegaan dat ik gewoon naar school ging, zoals iedereen. Heel jong, de omstandigheden op de middelbare school, gymnasium kwam. Tweede gymnasium bleef zitten. Ze lieten me zitten, ik was een heel klein baasje. En sindsdien was het makkelijk op school, hoge cijfers. En ik was in mijn internaat en daar bestaan allerlei dingen die georganiseerd worden. Mm-hmm. En dan word je dus gevraagd om de leiding te nemen. Dus ik was heel jong voorzitter van dit, voorzitter van dat. Maar... en dat is een automatisme geworden. Dus ik werd student, jong, maar normale leeftijd. En twee jaar later was ik voorzitter van alle katholieke studenten in Nederland. Dus dat ging gewoon. Bent u echt voor alles gevraagd? Nou, zeker niet voor alles. Want ik zou het enige gevonden een geweldige de Sparte zijn. Of in de muziek of de cultuur. Nee, ik ben zeker niet voor alles gevraagd. Maar voor die dat soort dingen werd ik inderdaad gevraagd. En dat ging, zo kwam van het een en ander. Bedrijf, dat kwam omdat mijn vader helaas te jong overleed. Dus dat is een ander verhaal. Ja. Maar ook dat heeft er iets mee te maken, omdat ik toen al allerlei dingen gedaan had. Dus kon mijn broer, mijn oudere broer was daar, kon ik goed daarom helpen. En zo is het doorgegaan. Ministerschap EZ, die vertelt dat allemaal. Maar ik had nog wel een halve door kunnen gaan, want er is zoveel gedaan. Ja, maar... nee, maar ik geloof dat... ik geef dat dus aan, je stelt niet meer jezelf. Uw vraag is dus in die zin bijzonder. Ik geloof dat niemand denkt, Gutte schuilt een leider in mij. Het is meer een kwestie van of je op het moment dat er iets moet gebeuren de leiding neemt. En ik heb eigenlijk een regel. Dat, ik vind het altijd makkelijk als anderen de leiding nemen. Of doe dingen doen. Pas als er dus behoefte is, dan doe je zelf iets. En toen was u 12 jaar lang minister-president. Ja, dat had ik natuurlijk niet gedacht toen ik jong was. Dat is duidelijk. Dat is ook niet nagestreefd. Het overkwam mij, omdat de heer Van Acht wegging. Toen wilde ik het natuurlijk wel goed doen. Maar het is er ook veelzeggend dat ik na 12 jaar wegging. U had van tevoren gezegd, ik doe 12 jaar en niet langer. Nee, dat heb ik gezegd. Het is anders gegaan. Toen ik begon, kreeg ik een waarschuwing van mevrouw Klompé, de eerste vrouwelijke minister van Nederland, die ook een goede vriend was. Let op, je gaat naar de mond gepraat worden. En dat is in het begin nog niet zo erg, maar op de duur wordt dat hinderlijk. En je doet er goed aan om dus te stoppen zodra je dat ziet. En toen ik 8 jaar minister-president was en de derde kabinet mocht formeren met Wim Kok samen. Ja. Toen heb ik op dat moment gezegd, ik hoop dat dit gaat slagen. Ik ga er voluit voor. Dat was een andere coalitie. Maar als we dat 4 jaar goed gaan, dan zal ik niet meer opnieuw weer ervoor gaan. En dat is ook zo doorgegaan. Ik ben geen kandidaat meer geweest voor de verkiezingen. En dat is beslist na 8 jaar. Toen vond ik dat die aankondiging er moest zijn. En het is geëffectueerd aan het einde van het kabinet Lubbers-Kok. Ja, Lubbers 3. Lubbers 3, ja. U heeft in de jaren 70 de energienota uitgebracht. Ja. En u was eigenlijk al heel jong bezig met strijden voor een betere aarde, voor het milieu. Ja. Wat is het daarin wat u zo aangrijpt? Het begint heel huiselijk, thuis. En ook jong getrouwd, jong kinderen gekregen. En eind 60 jaren viel mij op dat in het wijkje waar mijn kinderen opgroeiden, hetzelfde wijkje waar ik geboren was en groot gegroeid, dat het natuurlijk milieu zo verslechterd was. Ik kende nog kikvorsen in dit buurtje. Dat bestond niet meer. Toen ik in dienst zat, riep mijn vrouw mij na, wil je drinkbaar water meenemen uit Den Haag? Je maakt snapshots van je kinderen. Ik hoef niet naar een fotozaak om te ontwikkelen. Ik kon dat in de rivier wapperen. Zo vuil was die rivier geworden. Smokalarm, ze gaan maar door. En toen dacht ik, dit kan niet goed zijn. En hoewel ik dus een werkgever was, een metaalwerkgever, ben ik toen een part-time ook tijd gaan steken in Rijnmondraad. Dat was mijn eerste publieke baan. Dat ging over economie en milieu. Hoe verhoudt zich dat nou? Daar is het begonnen. Dat is doorgegaan en later heeft het een verdieping gekregen. Ook dankzij het feit dat we zitten vriendschap. We waren heel nauwe collega's vanaf de 70 jaar. Ik heb het nu over mevrouw Gro Harlem Brundtland. Die was jong minister in Noorwegen
voor milieu toen ik het was voor economie. Ah. Zij werd in de 80er jaren minister-president. Ongeveer gelijkertijd dat ik het werd. En nadat de Nederlandse economie een beetje op orde gebracht was, dat was Lubbers 1, zei ik bij Lubbers 2, dan moet ik weer iets gaan doen aan milieu en natuur. Dat is het eerste nationale beleidsplan geworden. Van economie naar ecologie. En daar, in diezelfde tijd, sprak ik, dat was altijd door de jaren heen, regelmatig met mijn collega mevrouw Groen-Hoornan-Brundtland. En die had een opdracht gekregen van de Verenigde Naties om met een aantal mensen eens goed te kijken hoe je het begrip duurzaamheid moet uitwerken. Zij heeft dat gedefinieerd in dat boek wat heet A Common Future. Mm-hmm. En zegt daarin, wij moeten als opdracht onszelf geven dat we de mogelijkheden voor de generaties na ons niet verkleinen. Dus we moeten zo omgaan met economie en welvaartscreatie en consumptie dat dat niet ten koste gaat van de generaties na ons. Dat is de definitie van wat nu iedereen kent, het begrip duurzaamheid. Het is dus eigenlijk veel breder, want heel vaak hoor ik er alleen over gesproken worden als het over milieu gaat. Ja, het is breder. Want ook democratie, want dat breder. Was fase 1 thuis, Kralingen. Fase 2 met Gro Harlem Brundtland. A Common Future, duurzaamheidsdefinitie. En in Nederland dat eerste plan. Mm-hmm. Fase 3 komt dan, een paar jaar later, in Rio de Janeiro, 82, zijn we weer verder. Dan hebben we de val van de muur al gehad. Dan leven we in de moderne tijd. En daar gaan mensen zeggen, ja, alles wordt nu gezegd, economie, economie, economie in de markt. Maar dat milieu, die duurzaamheid is zo belangrijk. Toen werd ook voor het eerst gesproken over climate change, CO2-verandering. En toen is het idee ontstaan, het kwam uit de civil society voor, om een handvest van de aarde te formuleren. De Earth Charter. Het Earth Charter heet dat. En ik ben een van de mensen die aan de voet daarvan staat. Het is dus de derde ronde, heeft zich verdiept. Als je nu vandaag het handvest van de aarde leest, dan zie je dat is een stuk dat gaat over ethiek, maar het is juist daarom zo modern. Mensen denken altijd ethiek is iets van de oude tijd. Mm-hmm. En vandaag leven we modern. Nee, ethiek is eigenlijk de toekomst. Die hebben we nu juist hard nodig. Niet alleen nodig, maar de mensen hebben het ook in hun botten. Dus je ziet dat ook in de uitingen. Je ziet het ook in bedrijven. Bedrijven gaan nu voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat waren vroeger een paar. Dat wordt steeds meer normaal goed ondernemen. Mensen willen dat ook gaan doen, werken daarvoor. Je vindt daar ook dat de biodiversiteit er niet alleen in staat, maar ook de culturele diversiteit. Dus wat doen we met de allochtonen die onvoldoende aan de bak komen in Nederland? Vrouwen ook nog steeds. Ja, dus dat heeft zich nu absoluut zo doorgezet. En als u nou terugkijkt naar wat u allemaal gedaan heeft, is er dan een drijfveer die steeds weer terugkomt? Een zwakheid van mij. Een zwakheid? Ja, mijn zwakheid is dat ik een workaholic ben. Dus ik denk, mijn vrouw zegt wel eens spottend, is hij niks meer te doen of dan gaat hij de vuilniszakken buiten zetten. Hij zal altijd iets willen doen, dus dat noem ik een zwakheid. En dat is ook een beetje de drijfveer. En voor de rest is die drijfveer heeft zich geïntensiveerd, ik heb u dat gezegd, van mijn betrokkenheid in het allereerste begin van Rijnmond tot het handvest van de aarde nu. En nu, laten we eerlijk zijn, in Nederland is het ook weer spannend. Met name denk ik over de participatie van allochtonen. Hoe krijgen we dat in hemelsnaam voor elkaar? Dat de mensen niet met de ruggen naar elkaar toestaan. Ik heb er vorig jaar over gesproken, noemde ik de derde bevrijding. Ja. We hadden de eerste bevrijding en toen kregen we de Koude Oorlog het eind. Ik zei, maar nu moeten we onszelf weer bevrijden van die angst, die vrees. Oh, hoe moet dat nou allemaal met al die mensen die er een beetje anders uitzien dan wij? Wat komt er allemaal op ons af? Dus dat geeft mij weer een drijfveer om me ook in te zetten. Dus ik en zei daar wat komt u echt uw ik, best voor ik uit. Zei wat ironisch zo, het is een beetje een workaholic type in me. Maar het is ook omdat ik er ook echt om bekommerd ben. En ik denk, dit is de moeite waard. Dus ik zet me nu in voor die allochtone problematiek. En ik zet me in voor het Rotterdam Climate Initiative. Dat gaat over duurzaamheid. Praten een hele hoop in de wereld. Laten we in mijn eigen stad Rotterdam dit proberen voor elkaar te krijgen. U had ook koekenbakker kunnen worden, dus met hard werken alleen. Ja, maar ik weet niet of mijn taartjes zo smakelijk waren geweest. Ja? Is er iets wat u de komende jaren nog heel graag wil bereiken? Nee, eigenlijk niet. Wat ik eigenlijk wil bereiken is de overgang geleidelijk te vinden naar te genieten van leven in rust. En vooral ook te genieten van de kinderen van mijn kinderen. Dan geniet ik daarmee natuurlijk ook van mijn kinderen. Met mijn vrouw samen. Dat lijkt mij toch eigenlijk, dat is nog een soort ideaal wat er
zit aan te komen. Nou, ik wens u heel veel geluk daarbij en ook heel veel succes met al uw inspanningen voor duurzaamheid. Dank u zeer. Dank u wel.